Ja, maar ik wil 1000 dingen vertellen. Dat is mijn punt. Een van de taken van de kwaliteitsverpleegkundige is coaching on the job. En dat betekent dat je directe collega's of studenten of leerlingen samen met elkaar probeert iets te verbeteren of iets aan te leren. Nee, als trainee verpleegkundige heb je een buddy. Mijn buddy, dat is José. En daar kan ik dan met mijn vragen of knelpunten, kan ik daar terecht. Ik krijg energie van mijn werk als mensen hier met een glimlach op hun gezicht rondlopen. Werkplezier is voor mij hier rondlopen en denken, wat heb ik toch leuk werk? Ik ben er een jaartje tussenuit geweest. Nou, ik miste eigenlijk Marente wel. Mede omdat het hier toch allemaal wel goed geregeld is. Ik raad zeker andere mensen aan om bij Marente te komen werken. Ze respecteren jouw inbreng, er wordt echt naar je geluisterd. En er zijn tal van mogelijkheden om opleidingen te volgen. Ik vind dat Marente enorm stimuleert om jezelf door te ontwikkelen. Ja, de zorg spreekt mij zo aan omdat ik iets voor een ander kan betekenen in dat laatste stukje van zijn leven. Wat mijn werk hier zo bijzonder maakt, is sowieso de doelgroep waar ik mee werk. Het zijn mensen die een beetje van mijn leeftijd zijn. Dat is aan de ene kant heel heftig en aan de andere kant heel mooi om voor hun te mogen zorgen. Twijfel je nog om bij Marente te komen werken, dan zou ik zeggen, kom gewoon een ochtendje of een dagje meelopen en ervaar het. 15 jaar geleden ongeveer de overstap gemaakt en nog geen dag spijt van gehad.